En ik kan je vertellen, ik heb echt zo lang uitgekeken naar het opnemen van deze vlog. Dit zijn ze dan. Dank je. En eindelijk kan ik jullie ook laten zien welk supplement ik elke ochtend neem. En dan durf ik dat niet. Dan ben ik toch ergens soort van verlegen of zo. Maar het heeft echt geit. Daar gaat hij ook gewoon. Ik vind het niet lekker. En ik zal hier even, of daar, eventjes zetten wat ik allemaal heb gebruikt qua ingrediënten. Ja. Het is dus niet gelukt. En. Goedemorgen. Het is vandaag vrijdag bij ons en je kijkt weer naar een nieuwe weekvlog. Ja, ik ben er weer. Vorige week ben ik eventjes een weekje offline geweest op YouTube. Omdat ik gewoon heel even wat meer tijd nodig had voor andere dingen. Dus vandaar, ik dacht toch even een soort van korte uitleg. Nu ben ik er dus weer en ik kan je vertellen, ik heb echt zo lang uitgekeken naar het opnemen van deze vlog. Omdat ik het eindelijk met jullie kan delen. En ik kan gewoon niet wachten, dus ik dacht ik ga het gewoon meteen doen. Want in de afgelopen maanden zijn we bezig geweest met het ontwikkelen en realiseren van ons eigen supplementenmerk. En dat is nu gewoon de wereld in. Jullie hebben het allemaal al kunnen zien op onze website en op Instagram, maar nu ook officieel in de vlog. En wanneer ik dit opneem, het is vandaag dus vrijdag de 14e? 16e. En het staat nu dus nog niet online. Over 2 dagen dan gaan we live. Dus ik ben hier nog helemaal in de excited, zenuwachtig, buikkriebels. De hele dag een soort van ja, hyper en zenuwachtig, excited gevoel. Omdat het dus ja, bijna live gaat. Maar als jullie kijken is het er. Dus ik kan het eindelijk met jullie delen. Ta-ta-ta-ta-ta. Dit zijn ze dan. Oh wacht, ik heb de shake baker nog niet bij. Die ga ik zo laten zien. Dit is de whey protein poeder. Dit is een eiwitpoeder. Kort gezegd helpt bij spieropbouw en spierherstel. Onder andere na een training. Dus die kun je lekker in verschillende smaken bestellen. Aardbei, vanille en chocola. Chocola is echt mijn favoriet. Zo lekker. En daar hebben we dus 2 leuke shakebekers bij. Die zal ik zo even laten zien. En dus 3 verschillende smaken. Ik zal alles ook onderaan even linken. Zodat je het gewoon terug kan kijken mocht je het interessant vinden. Dan hebben we een mega multivitamine. Deze is voor moeders. We hebben er ook nog eentje voor zwangere vrouwen. Of dames die zwanger willen worden. En dames die borstvoeding geven. Die hebben een andere samenstelling. Dus die heb ik er, hebben we er ook bij, maar die heb ik natuurlijk niet in huis. Omdat ik niet zwanger ben of borstvoeding geef. Dan hebben we D3, belangrijk voor de maanden met de R in de maand. B12, we hebben een kril omega en we hebben een magnesium. Ja, en ik zal maar niet helemaal tot in detail uit gaan leggen wat alles precies inhoudt. En wat, hè, waar alles zeg maar goed voor is. Maar je kan het wel allemaal helemaal teruglezen op de website. Dus echt per potje staat dan gewoon de kril omega. Dit is hetgeen wat de werkende stoffen zijn. Dit is hetgeen wat het bevordert. En bijvoorbeeld ook hoeveel je het per dag moet nemen. Of je het bijvoorbeeld kan gebruiken als je borstvoeding geeft. Of als je vegetarisch eet of veganistisch. Dat staat allemaal op onze website. En dus die zal ik hieronder even linken. Maar dit zijn ze dus. Ja, ik ben echt zo mega trots. Ik vind het zo leuk. Hier staan ook hartjes, zoals je kan zien. Even kijken, staat die scherp? Ja, kijk, zoals je kan zien staan er ook hartjes op de potjes. Dat het voor moeders is. Echt helemaal nieuw voor mama. Ze hebben allemaal een ander kleurtje, zodat ze ook goed uit elkaar te houden zijn. Echt. Ja, helemaal leuk. Even kijken, want ik denk dat ik de shakebekers hier niet heb. Nee, die heb ik niet. Maar die ga ik je dan ergens in deze vlog nog wel eventjes laten zien. We hebben hele leuke in het zwart en in het roze. En ik vind zwart is lekker stoer en roze is gewoon lekker vrouwelijk en lief. Dus wij dachten we vinden de kleuren samen wel heel erg leuk. Dus dit is een beetje de staat waarin ik mij verkeer. Ik zal je besparen om de hele vlog alleen maar in mijn excited mood te kletsen. En nu ga ik heel eventjes nog wat werk doen. Ik ga nu een lunch maken voor mezelf en voor de meiden. En ik heb super veel zin in vanavond, want ik heb de hele week letterlijk alleen maar gewoon
goed gegeten. Dat heb ik even bewust gedaan, omdat we heel erg druk waren. Ik eet eigenlijk altijd goed, maar nu echt alle puntjes op de i. Geen snoepje, geen koekje, gewoon echt alleen maar clean eten. En veel groenten, veel fruit, om gewoon echt zo gezond mogelijk te eten. Nou, super gezond eigenlijk. Omdat we dus zo druk waren. En vanavond hebben we lekker cheatavond. Dus we gaan frietjes eten met lekkere dingen allemaal op de bank en zo. Dus daar heb ik helemaal zin in. Maar nu nog even een gezonde lunch. Vind ik ook heel erg lekker hoor, daar niet van. Ik heb gewoon dingen die ik in huis heb, die ga ik gewoon snijden en bakken. Dit keer is het een courgette. En ik heb een paprika ui. Die ga ik niet helemaal gebruiken. En ik heb nog een avocado. En dan ga ik denk ik gewoon crackertjes of een boterhammetje of zo erbij doen. Dus dat gaat mijn lunch worden. En ik zeg al, ik vind dat dus super lekker. Maar ik heb ook heel veel zin in vanavond. Even een wijntje gewoon. Ja, echt een cheat meal. Lekker. Maar goed, dat doe ik dus nog even. Dus even dit snijden. Ik gebruik er altijd heel veel kruiden erin. Erdoor. En dat vind ik altijd heel lekker. Ja, kijk, de meiden die zijn ook lekker wakker inmiddels. Alsjeblieft. Die hebben broodjes met een half avocado en een banaan. En misschien dat ze zo nog wel ieder een half boterham lusten. En dit is uiteindelijk mijn lunch geworden. Gewoon alles lekker bij elkaar. Boterhammetjes, hummus eronder. En that's it. En dan heb ik nog deze. Die kan ik er eventueel nog bij eten. Nou, heerlijk toch? En als je nu denkt, ik vind een hele courgette te veel, dan deel je het gewoon met je kinderen. Want die eten dat meestal gewoon. Mits ze vier zijn of zo, dan natuurlijk waarschijnlijk niet tussen de middag. Maar anders vinden ze dit prima te doen. Is het gezellig, Jody? Ja, we zijn lekker aan het wandelen. En Jody is lekker aan het zwaaien naar iedereen, hè? Mijn zus die ligt daar lekker te chillen. Ja, lekker zwaaien, gezellig. Ik heb even deze doeken meegenomen, want ik heb helemaal niet van die zakken voor hun. Volgens mij hoeft dat ook niet meer, hoor. Ze worden natuurlijk steeds groter. Maar ik dacht, anders is het een beetje koud. Dus hebben we dit lekker gedaan. En we zijn dus gezellig aan de wandel. We hebben al een hele ronde erop zitten. En we gaan lekker verder nog. Best wel chill weer ook. Zo, ik heb even een hele mislukte shoplog opgenomen. Waarvan ik denk dat ik die eigenlijk veel beter niet in de vlog kan doen. Want who cares? Een shoplog met kleren die ik niet ga houden. Dus dat was een beetje een soort van jammer. Ik ben net even in slaap gevallen op de bank. En nu, als beloning voor het passen van al die kleren die niet passen. En die ik dus allemaal voor niks heb besteld en nu weer terug kan sturen en alsnog niks heb. Mag ik nu mijn pyjama aandoen van mezelf. Het is toch vrijdagmiddag, 4:15. Ed komt zo thuis, dus ik dacht, laat ik mezelf even voorbereiden en klaar. Lekker op hem wachten met mijn pyjamaatje. Heerlijk. Zo, eigenlijk ook gewoon eens een keer deze zooi moeten opruimen. Want Kimberly heeft natuurlijk nog geen winter-zomerkleding. Oh, dat kan toch niet. Geen winter- en zomerkleding apart in bakken gedaan en geselecteerd en et cetera. Dus eigenlijk zou ik dat gewoon even moeten doen dit weekend. Ik heb er nooit geen zin in. Voor je het weet is het weer voorjaar. En dan denk je, kan ik het weer allemaal van zolder af toveren? Dit zijn dus de items die ik allemaal weer in ga pakken. Maat van Zara die echt 3 keer zo groot valt. Ik heb 36 gekozen voor de broek. Nou, normaal heb ik altijd iets van 36. Soms zit die zelfs nog strak. Dit lijkt wel echt gewoon 3 maat te groot. Dit was helemaal flubberig. Kortom, oh ja, dit was een buiktruitje. Ook niet meer helemaal mijn ding, volgens mij. Dus ik ga alles weer inpakken. En terugsturen. Ik heb trouwens wel echt heel chill. Ik ben gewoon in slaap gevallen op de bank. Ik had, toen de meiden naar bed gingen. Ik was eerst met ze gaan wandelen, had ik volgens mij laten zien. Toen gingen de meiden naar bed, ging ik heel eventjes op de bank. Even wat mailtjes zitten wegwerken. Omdat ik dacht, ga Ed heel even meehelpen. Anders is die jongen vanavond om 10 uur nog steeds niet thuis. Dus dat had ik even gedaan. En toen was het bijna klaar. En toen dacht ik, ik ga heel even chillen. En toen ben ik dus serieus op de bank in slaap gevallen. 3 kwartier. Echt. Ja, ik vind het heel chill eigenlijk. Nu ik mezelf trouwens zo zie. In volle glorie. Ik zit te denken om een zo'n... Sorry, ik heb jullie even op een kopje van gisteravond staan. Maar ik zit dus te denken om zo'n soort van zijkant pony te laten knippen, weet je wel? Zo'n curtain pony. Dus ik heb even jullie advies nodig wat jullie ervan denken. Ik zal even een foto invoegen.
Willemijn van Wil en Tien, die heeft het ook. Ik vind het bij haar echt heel tof staan ook. En ik heb een aantal andere meiden er ook mee gezien. En ik zie het wel eens op tv. Toen dacht ik, oh ja, het is best wel leuk zo. Ik ben alleen niet zo'n haardoe-type. Als ik wakker word, dan... Ik kan mijn haar ook alleen maar als ik bijvoorbeeld mijn haar heb gewassen, maar anders niet. En ik doe het gewoon zo, zonder dat ik er ooit iets mee doe. Dus ik ben bang wel dat als ik zoiets laat knippen, dat ik dan allemaal dingen moet doen met mijn haar wat ik dan weer niet kan. Of weer geen zin heb en geen tijd voor heb en zo. Dus ik ben even benieuwd. Misschien zijn er wel kappers onder jullie die advies hebben. Mijn kapper zei trouwens dat het wel heel leuk zou zijn. Dus dat is dan alweer een voordeel. Maar laat me even weten. Ik ga even de meiden uit bed halen. 4:15 nu. Dus anders dan slapen ze weer te lang. En dan slapen ze vanavond weer niet op tijd. Het is bijna friettijd. Lekker. Een kusje geven. Een kusje geven. Een kusje. Joejoe. Het is zover. Onze eerste lading frietjes. De rest zit nog in de oven. En we zitten lekker op de bank. We hebben een wijntje erbij. We hebben kaarsjes. En we gaan undercover kijken. Tweede seizoen. En ik moet zeggen dat ik hem wel echt weer heel erg leuk vind. Heel anders dan het eerste seizoen. Maar toch wel heel leuk. We zijn nu bij de laatste aflevering. Dus gaan we lekker kijken met lekker snacken erbij. Dus we hebben het helemaal chill. Het is moe van de hele werkweek. Hè? Ja. Ja, logisch ook. Ga een beetje op tijd naar bed. Doen we. Wij liggen echt altijd op tijd in bed. En ik slaap dan 2 seconden nadat ik mijn kussen heb gezien. En Ed valt altijd later met de tv vaak in slaap, hè? Nou, niet altijd. Maar... Nee, maar dat gebeurt wel een paar keer in de week. Weet je, soms is dat even juist het momentje dat je dan gewoon niks te doen hebt. Ja. En dan kijk je gewoon naar iets wat heel vaak nergens over gaat. Jinek. Waar het altijd alleen maar over corona gaat. Jawel, ik kan het gewoon niet meer aanzien. Er zijn ook wel dingen die nergens over gaan, maar... Ja. Oké. Okay. Kijk gewoon lekker weg. Ja, dat is waar. Tot nog. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. We hebben lekker lang in bed gelegen. Niet uitgeslapen, dat wou ik eigenlijk zeggen, maar dat is niet zo. Wel lang in bed gelegen. De meiden zijn al aan het ontbijten met de broodjes en een banaan. En zelf heb ik maiswafeltjes met hummus, basilicum, tomaatjes, banaan, thee. En eindelijk kan ik jullie ook laten zien welke supplement ik elke ochtend neem. Eerder in de vorige week vlog ging ik ze altijd aan de kant zetten en dan niet in beeld brengen. Helemaal fijn dat het nu dus wel kan. Magnesium, die neem ik altijd 's avonds, dus die heb ik dan nu niet. Oh, mijn telefoon gaat. Nou, dat was Bas van de Plus, want niet de hele bestelling kon compleet geleverd worden. Dus hij belde even. Nou, deze twee die neem ik dus. Deze neem ik 's avonds magnesium. Sowieso omdat ik dan heerlijk kan slapen. B12 neem ik gewoon gedurende de dag. Wat ik wel neem 's ochtends is de multi. Die heb ik hier al liggen. De D3 en de Kril Omega. En die neem ik dan 's ochtends bij mijn ontbijt. Ja, hè? Niet, hè? Kijk, daar hebben we meneer aan. Thank you. We gaan lekker fietsen. Met de meiden. Naar mijn ouders op de koffie. Even kijken, deze mee voor de zekerheid. Altijd brullen anders in dit ding. Oké, wij zijn dus even ergens gestopt. Omdat we een heel leuk idee hebben voor een Instagram Reels. En nu zijn we dus bij een tennis/hockey/voetbalvereniging. En dan wil Ed hier dus die video gaan opnemen. Maar er zijn hier allemaal mensen. En dan durf ik dat niet. Dan ben ik toch ergens soort van verlegen of zo. Maar Ed heeft echt scheid. Kijk, daar gaat hij ook gewoon. Ik vind het niet lekker. Ja, ik echt wat dat betreft. En nu ben ik er dus gewoon achteraan gerend. Ik heb gewoon net gedaan of ik ze maar niet zag. Zo slecht dit, echt. Ed heeft er echt letterlijk scheid aan gewoon. Maar ja, ik moet die video opnemen, niet hij. Dus zo. Nou, het filmpje is gelukt. En ik denk dat hij heel leuk was. Kijk maar even op mijn Instagram. Ja, dat is gekke meid. We gaan even naar mijn ouders. Maar zij wonen tijdelijk in een verzorgingstehuis. Wachtend op hun nieuwe appartement. En daar moet je binnen een mondkapje op. Dus als ze bij hun in de kamer zijn, kan het gewoon af hoor. Maar nu moet hij even op bij dame. Papa pakt nog even de andere dame. En dan gaan we lekker koffie drinken. Wij hebben een romantisch diner georganiseerd. Hoe komt het omdat eigenlijk het zo is dat ik jou nog nooit zo zie of nooit zo gezien heb? Dat doe je echt nooit. Ja, klopt. Dan kan je zeggen, ja nee, ik heb andere kwaliteiten. Maar het is
op zich ook niet raar dat je dan heel af en toe gewoon een dwel hebt in je handen en dat je eens een keer de vloer. Ja, dat is toch zo? Ja, maar je doet echt nooit. Ik heb het ook gewoon nog nooit gezien volgens mij sinds dat ik ben een beetje de man in huis hier. Nee. Ja, dat is wel echt waar. Nee, maar Ed en ik hebben lekker een romantisch dinertje samen met de meiden. Ramos komt eindelijk over een uurtje thuis. Die is echt 2 dagen weg geweest. Ons eten staat in de oven en de meiden die hebben lekker pasta met een burgertje. En ze hebben niet geslapen. En die hebben niet geslapen vanmiddag omdat we bij hun ouders waren. Dus die zijn super vervelend en moe en aan het huilen en doen. Dus heel romantisch is het niet. Ze zitten hier allebei helemaal met tranenogen en zo. Ja, ik ook. Jij ook. Ja, maar goed. Hebben jullie dat nog niet? Dat gejank, om het zo te zeggen. Echt, dat soms wordt het gewoon heel gek. Ja, ik ga het echt door merk en been. Oh, alle zielig zit gewoon fit, al wel stellen ze gewoon aan. Want ja, ze krijgen gewoon eten, maar. Maar het gaat gewoon niet snel. Oh, wat dan betreft lijken ze echt op jou. Nee. Proost. Goedemorgen, het is vandaag zondag en het is D-Day. Ik was vanochtend al om 4:30 wakker, serieus. En toen kon ik eigenlijk niet meer slapen. Een paar uurtjes nog een soort van wakker gelegen en liggen denken. En oh ja, dit moet en dit moet en dit moet. En helemaal onrustig en excited. Maar goed, maakt niet uit. Het is nu inmiddels alweer 11:45. En het is naar kantoor sinds vanochtend, want die is bezig met het live zetten van de webshop. En dan vanavond dan, ja, gaat het allemaal gebeuren. Helemaal leuk dus. Vanmiddag komen nog even mijn ouders gezellig op de koffie. En ik ben nu gewoon lekker met de kindjes. Even een koffietje maken en ik had deze wat ik gekocht. Dit is een haver barista melk voor in de koffie. Dus ik ben benieuwd. Ik gebruik normaal altijd gewoon volle koemelk. Vind ik altijd eigenlijk het lekkerst met een cappuccino. Maar ik dacht ik ga deze keer proberen. Was in de aanbieding. Ik vind hem altijd best wel prijzig eigenlijk. Maar goed, dus ik ga lekker een koffietje drinken. En ja, dat is het eigenlijk wel. Vanmiddag denk ik even naar buiten en zo. En dan lekker op tijd eten vanavond en alles. Ik heb trouwens een nieuwe shampoo gekocht. Had ik gewoon besteld toen ik boodschap ging doen van André Lon. En ik gebruik altijd André Lon zilver shampoo. Maar ik had nu ook de gewone shampoo, zeg maar, gekocht. Maar ik vind dat mijn haar niet helemaal lekker schoon wordt ervan op een of andere manier. Ik heb het nu net gewassen en het voelt nog steeds een beetje vettig. Heel vervelend. En normaal heb ik vaak Sajos. Die bevalt toch net even iets beter. Maar goed, hè, er zijn erger dingen in de wereld. Maar ik dacht, ik vertel het even. Nou, wij zitten hier lekker met de hele club. Eerst hebben we vouwblaadjes samen gedaan. En nu gaan we eten. Ramos en Bobby eten samen. En Charlie en ik eten samen. En we hebben weer snottebellen thuis. Bleh. Ramos en ik zijn lekker aan het kokkerellen met z'n tweeën. We maken soep van broccoli en we maken een pastatje. Hey jongen, Ramos is de uitjes aan het tellen. Kan ik niet. Kan ik niet? Ik maak even een openingetje. Hier zit dus het broccoli soepje in, bijna klaar. Zo meteen even pureren. En ik zal hier even, of daar, eventjes zetten wat ik allemaal heb gebruikt qua ingrediënten. Pannetje water aan het koken. Zo meteen spaghetti erin. En dan ga ik nog gebruiken champignons. 1 courgette, deze cherry tomaten. Deze paprika, uitje. En knoflook. En ik moet zo meteen even kijken of ik er nog meer bij doe. Maar dit is even de basis. Even zien. Die kunnen we bijna gaan pureren. Maar niet alles in de handen pakken. Ik doe een beetje veel knallen. Dat is mooi. Ik ga het klaar. Dit. Nee, dat lekker hoor. Ik wilde dat doen. Ja, maar jij kon het dan toch niet willen? En het eten is klaar. Wil je even wachten, schat, met eten? Dit is het soepje geworden. Wat ik erbij heb gemaakt is dus de spaghetti met alle groenten erbij die ik net liet zien. En falafelballetjes. Dus dat ziet er dan zo lekker uit. Oh ja, kijk zo dan. En ik heb nog soep over. Die kunnen we dan lekker morgen eten, morgenavond. Dus dat is fijn. Dus wij gaan lekker eten met z'n allen. Nou, ik ben ook helemaal overlicht. Met super rode konen hier. Jongens, het is de tijd van de lancering. Het is 8:00. Zoals jullie weten zijn we hier echt natuurlijk al super lang mee bezig. En staat eigenlijk sinds vanmiddag alles al live op de website. Maar vanavond, een kwartiertje geleden, hebben alle onze leden en alle mensen op onze maillijst een mail gekregen met het heugelijke nieuws en een link.
En er is zo massaal geklikt dat nu de hele website plat ligt. En niemand er meer in kan. Hij geeft een foutmelding. Dus echt, oh, ik heb het er helemaal warm van. Ik baal zo erg, want... Ja, weet je, iedereen is te wachten en nu is het gewoon en nu ligt de website eruit. Echt, het is gewoon... Dus ja, we hebben net een noodnummer gebeld van de hosting en ja, diegenen zijn er nu gelukkig wel naar aan het kijken. Dus ik hoop dat die dat op kunnen lossen op ja, heel korte termijn. Dat ze niet zeggen van ja, dat doen we morgen. Echt, oh, eerlijk, ik kan wel janken. Echt, ik kan wel janken. Maar goed, misschien is het over 5 minuten weer goed en dan denk je... Nou ja, het is niet anders achteraf, maar echt, dit meen je gewoon niet. Het is, ja, echt. Nou, ik hoop zo meteen terug te komen met goed nieuws en dat het allemaal klaar is. Maar echt, de mails stromen binnen van mensen die zeggen, ik kan helemaal niet op de website. Oh, echt, je wil niet weten hoe erg ik baal. Ik heb het nu al 10 keer gezegd, maar fingers crossed dat het snel goed komt. Oké, ik zie er echt uit als een spook. Het is inmiddels 9 uur en ja, het is dus niet gelukt en echt, het is inmiddels 10 uur 's avonds, we zijn weer een paar uurtjes verder en ik had net een stukje vlog opgenomen, een uurtje geleden of zo, waarin ik echt super super verdrietig was en echt ja, best wel hard moest huilen om ja, het niet door kunnen gaan van hetgeen waar we echt al zo lang aan hebben gewerkt en eindelijk live kon. Maar om eerlijk te zijn, ja, ga ik toch maar dat stuk er niet in doen of zo. Omdat ik gewoon even op dat moment emotioneel was, terwijl ik eigenlijk net ging praten tegen de camera. En ja, ik weet niet. Gewoon, ja, dat dus. Ik was gewoon heel erg verdrietig. En toen was het alweer de dag daarna. Het is vandaag maandagmiddag. En Edwin en ik zijn even lekker aan het wandelen met z'n tweeën. Hele ochtend heel druk bezig geweest. Jullie weten wel waarom. Er worden vorderingen gemaakt, maar we zijn er nog niet helemaal. Dus ik hoop dat het vanmiddag nog goed gaat komen. En alles vanavond alsnog live kan. Ik heb net ook even de vlogbeelden teruggekeken van afgelopen weekvlog. Volgens mij is het iets korter dan normaal. Maar goed, het is niet anders. Volgende week ben ik ook gewoon weer gezellig. Dus voor nu dankjewel voor het kijken. En ik zie jullie volgende week weer. Doei.